Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op Quinka. En we zijn er weer, we zijn op de bus jongens. En ik weet dat jullie hebben het gemist. Jullie hebben het gemist. Ik heb een welverdiende vakantie. Tenminste, ik zeg het van mezelf. Ik heb een vakantie gehad. En ik heb heel erg genoten. Ik ben naar Polen geweest, zoals jullie hebben gezien. Ik heb gewoon ook lekker een beetje rust genomen. En ik ben echt super blij dat ik weer kan rijden vandaag. Alleen is vandaag wel een beetje een vreemde dag, want er wordt voor de helft gestaakt. En dat staken is een gevoelig onderwerpje. Maar jongens, daar ga ik jullie zo wat meer over uitleggen. Ik ben nu met de 8827, staakje op de Kapelsebrug, zonder RET-collega's. Kijk, er is letterlijk helemaal niemand hier. En het erge nog is, het station is ook afgesloten. Dus mensen kunnen het station niet eens op. Zie je, het staan allemaal bij die deur, staan allemaal mensen daar. Ze kennen het station niet eens op. Want ja, het is dicht. Dat is zo RET. Dus ik ga zo even een extra rondje beneden rijden. Om te kijken of iemand met mij mee moet. En dan rijd ik daar nog een keer naar boven voor de zekerheid. En dan ga ik mijn rit rijden. En ja jongens, het is wat. Het is wat staken. Het is voor de reiziger heel vervelend, maar voor ons heel belangrijk. En dat gaan jullie zo meteen zien. Nou, het staat al op mijn bus. Ik ben helemaal klaar. 2:95. We gaan ervoor. We gaan weer knallen. En het is heel vroeg. Ik heb een ochtenddienst en hij duurt vandaag tot 2:30. En ik heb heel veel dingen te vertellen in deze video, jongens. Dus blijf vooral kijken. Heel veel updates, leuke dingen voor de toekomst. En heel verhaal, want echt jongens, er gaat heel veel gebeuren. Misschien ga ik toch wel een keertje live op YouTube. Wie weet. Let's go. Aangekomen op Utrecht Centraal. En wat was dit een drukke rit. Niet normaal. Het is weer begonnen natuurlijk, jongens. De dienstregeling wordt weer opgepakt. En de stadsvervoerders gaan weer rijden. Zoals de treinen en de trams. Morgen gaan wij staken. En dat had allemaal te maken met de RVU-regeling. Ik zou zeggen, houd het even in de gaten op internet. Ik ga niet te uitgebreid op in. Want het is ondertussen wel duidelijk. En als je het niet helemaal snapt, zou ik het toch even raden om aanraden om even iets op internet op te zoeken erover. Als je het echt wil weten. Maar in ieder geval, morgen rijden we dus niet de eerste paar uur. Want van tussen 4 en 8 rijden er dus geen bussen. En dat is voor jullie vandaag. Want deze vlog komt op woensdag online. En nu wil ik het nog even over vandaag hebben. Heel veel mensen hebben het wel eens aangekaart aan mij. Van Quint, wanneer ga je een keertje live? Nou, het ding is, in de bus kan ik gewoon niet live gaan. Want je zit natuurlijk met passagiers, de situatie, privégesprekken. Ja, weet je, dat hoef ik niet allemaal online te hebben op dat moment. Of tenminste live te hebben. Want ik wil daar graag de controle over houden. Want stel je voor, er worden dingen besproken in de bus tussen passagiers wat niemand aangaat. Ja, weet je, dan krijg je ellende mee. Zo privacy en dat soort dingen. Dus ik ga niet live op de bus. Misschien een keer in een pauze dat ik dat kan doen. Dat kan wel. Maar ik heb iets anders bedacht. Zoals de meeste van jullie weten, speel ik heel veel spelletjes op mijn computer. En ik heb dus een livestreamprogramma geïnstalleerd met allemaal leuke dingetjes, effectjes en weet ik wat allemaal samen met Jasper. Jasper heeft me daarbij geholpen, Jasper Bakker. En we gaan woensdag, dus als jullie deze vlog kijken, vanavond gaan we live. Om 7 uur wil ik live gaan, 7 uur vanavond. Dus als deze vlog om 4 uur online komt en je kijkt hem om 7 uur, tenminste dan kijkt hem om 4 uur, dan gaat hij over 3 uur gaan we live. En dan ga ik dus een spelletje spelen. Misschien Flight Simulator of misschien Planet Coaster. Misschien Bus Simulator. Ja, weet je, dat soort dingen is wel lachen. Dus laat het vooral even weten in de comments of jullie dat leuk vinden. En of je dat ook leuk vindt dat dat gaat doen. Ik heb nog een aankondiging. Ik ben al niet klaar. Hè? Want ik wil je sowieso bedanken voor de 6000 abonnees. Want ik heb gewoon de 6000 abonnees gehaald. Hoe dan? Ik heb deze busvlogs geplaatst en dat is nog de 6000 gehaald. Echt bizar. Ik ben jullie echt heel dankbaar daarvoor, jongens. Dus echt love naar jullie allemaal. En in december ga ik jullie heel blij maken. Want zoals jullie weten, de maanden augustus en oktober. Oktober heb ik niet over gepraat. Augustus was een vakantie natuurlijk. Maar in oktober ga ik weer weg. Dan ga ik iets anders doen. Dan ga ik Halloween dingen doen. Want de meeste mensen weten dat niet. Maar ik heb ook een Halloween kant. En dan zou je denken, heb je een enge kant? Dat klinkt heel verkeerd trouwens. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik ga namelijk naar Scaremie. Ben ik vorig jaar ook geweest. Ik heb daar een persopening. Super leuk om daarheen te gaan. Want zoals je weet ben ik ook een beetje van de pretparkwereld. Ik weet dat niet iedereen dat allemaal geweldig vindt. Ik zie het ook aan de views. Weet je wel dat jullie dat niet allemaal geweldig vinden. Maar weet je, het is jongens. Ik blijf er gewoon mee doorgaan. Dat is voor mij ook mijn plezier om af en toe nog eens even zo'n pretparkview erin te knallen. En het is ook zo dat heel veel mensen het ook gewoon leuk vinden nog van mijn oude kanaal. Dus vandaar dat die pretparkvlogs er af en toe nog wel tussen zitten. Afgelopen week was het wel heel erg met andere vlogs, want ja, ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Ik had Patrick en jullie en Leon had ik even ingehuurd voor een video. Maar in oktober ben ik weer 2 weken weg. Want ja, ik heb altijd mijn vakantie in augustus en oktober en de rest van het jaar dan niet.
En dat is dus omdat ik dan in oktober weer Halloween ga doen voor Saraland in Molenweide. Voor het bedrijf Four Seasons. Ja, super tof. Dat ga ik ook een beetje vloggen, denk ik. Ik ga een beetje filmen. Ik weet niet precies wat ik ga filmen en hoe ik wat ga filmen. Maar vorig jaar heb ik spijt dat ik niet had gefilmd. Dus dat ga ik nu wel doen. En ja, dat gaat ook gebeuren. Super leuk. Maar die aankondiging, weet je. Ik vind het natuurlijk een beetje vervelend voor jullie dat ik niet echt video's klaar heb staan op het moment dat ik op vakantie ben. Dus in oktober zal het nog steeds niet zo zijn. Maar in december, jongens, hou je vast, ga ik elke dag uploaden. De hele maand december. Dan zou je denken, hoe ga je dat doen, Quincy? Je werkt 40 uur. Je werkt 40 uur op de bus. Je hebt een vriendin. Je hebt een leven. Hoe ga je dat doen? Ik weet het ook nog niet. Nou, ik weet het eigenlijk wel. Ik heb een plan. Ik ga namelijk in november heel veel content opnemen. Echt heel veel. Misschien wel dagelijks filmen en dan allemaal editen en allemaal klaarzetten voor december. Want december wordt een hele drukke maand, jongens. Kijk, ik heb het natuurlijk elke vlog. Ik ga een stoeltje verplaatsen. Leuk voor het shot. Ik heb een stok in mijn reet. Kijk, ik heb het natuurlijk al best vaak verteld dat Cubus gaat komen in december. Dus daar wil ik eigenlijk mijn volle focus op leggen om daar ook wat dingen voor te filmen en kijken of het überhaupt kan. Ik heb nog steeds geen contact erover gehad trouwens. Dat gaat binnenkort gebeuren. Maar weet je, ik wil dat ook allemaal kunnen filmen. En de afscheid, het afscheid van Arifa natuurlijk in dit gebied wil ik ook op mijn gemakje filmen. Maar ja, dan moeten die busvlogs gewoon door kunnen gaan. Dus ik ga gewoon in november heel veel vlogs maken. Die ga ik in december allemaal uploaden. Dus als je nog ideeën hebt voor een vlog, laat het nu in de comments weten. Dan ga ik het meenemen naar de volgende. En ja, dat is dus mijn plan. Dus elke dag uploaden in december en af en toe nog eens live. Een eindejaarsvideo natuurlijk, hè, zoals jullie van mij gewend zijn. En ja, dan gaan we even dit jaar knallen. Want dit jaar is echt een knaljaar geweest, jongen. Het is, ik zeg nu al geweest, want het zijn pas in september. Maar oprecht, het is echt voor mij zo switch geworden. Ik heb deze geweldige camera gekregen. Ik heb echt superleuke mensen leren kennen. Ik heb nu echt iedereen die mijn video's kijkt, ik waardeer jullie echt heel erg. Hetzelfde geldt voor mensen die gisteren op Den Haag stonden. Gisteren stond er een jongen op Den Haag. Nou, helemaal geweldig vond hij het. Geweldig vond hij het. Nou, dat is toch leuk. En ook collega's die hierdoor nu op de bus rijden en hierdoor nu weten hoe het de bus rijden is. Ja, super. Super. Ook voor de collega's die kijken. Ik waardeer jullie echt heel erg. En als jullie nog vragen hebben over de bus of iets, stel ze gerust. Ik kan het allemaal uitleggen. Kijk, ik heb de laatste tijd niet heel veel rijbeelden. En dat komt puur om het feit omdat ik eigenlijk al die ritten al heb gehad en al heb gereden. Maar laat even weten wat jullie daarvan vinden als ik dat elke keer opnieuw zou uploaden. Want het is best wel irritant in een vlog dat je elke keer dan hele lange stukken hebt met rijden wat je eigenlijk al hebt gezien. Dus ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment klaar is. Nou, de vlog is nog lang niet afgelopen, want ik ga weer rijden. Ik ga nu richting Rotterdam-Kapelsbrug weer. En misschien dat ik nog even jullie tussendoor ergens zie of spreek. Maar ja, jongens. Oh, hier staat trouwens zo'n snelbus. Bekend delivery. Gaan we binnenkort meer van zien. Nou, ik ga lekker nog even rijden. En dan spreken jullie zo meteen op de Kapelsbrug. Of misschien ergens tussendoor op de rit. Ik vroeg me eigenlijk mezelf af. Je hebt natuurlijk tegenwoordig het taboe heel erg dat ze zeggen dat buschauffeurs altijd chagrijnig kijken of zijn. Nou, nu ga ik wat uitleggen, jongens. Ik merk aan mezelf dat ik ook chagrijnig kijk. Sommige mensen hebben dat als je geconcentreerd bent, dat je dan serieus gaat kijken of een beetje chagrijnig gaat kijken. Dat is dus de reden waarom de meeste buschauffeurs waarschijnlijk chagrijnig kijken. Er zullen er waarschijnlijk ook een paar bij zijn die echt chagrijnig zijn. Heb je dat meegemaakt? Laat het in de comments weten. Dan ga ik binnenkort een top 5 chagrijnige buschauffeurs maken. Of top 5 leuke buschauffeurs. Laat het maar weten. Maar dat is echt bizar, jongens. Want er zijn, ik kijk soms ook wel eens echt dat ik denk van, oh, hoe kijk ik ook? Dan zit ik een filmpje van mezelf terug te kijken hoe ik hier aan het rijden ben zo. En denk, nou, ook het meest klantvriendelijke. Nee. Maar ik heb dat wel. Ik ben gewoon gefocust dan. En dan kijk je gewoon wat serieuzer. Ja, het kan allemaal wel. Ik sta in ieder geval nu op Kapelsebrug. We zijn aangekomen, stipt op tijd. Ik heb zelf nog een rit Gouda gereden tussendoor. En nu is het eigenlijk lekker relaxed zitten. Ik ben nog steeds wel benieuwd naar jullie ideeën betreft de livestreams. Ik wil heel graag wat gamevideo's misschien maken. Dat vind ik ook wel leuk van Planet Coaster. Ik maak namelijk pretparken in een spelletje. En het spelletje Planet Coaster, de meesten kennen jullie het misschien al. Er komt binnenkort een nieuwe versie van uit. Die wil ik heel graag spelen. En ook heel graag een pretpark bouwen. En eigenlijk mijn creativiteit met jullie delen. Ik weet alleen niet of jullie dat leuk vinden. Maar dat ben ik wel van plan om te gaan doen. Dat gaat natuurlijk niet de bus los. Gaan niet weg. Die blijven gewoon. Maar soms vind ik het wel leuk om even wat anders te doen tussendoor. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Let me know in de comments. En ja, laat ook nu nog even wat reacties weten onder deze video die ik in de volgende video kan behandelen. Dat ga ik ook doen, want dan maakt de vlog ook wat langer. Aangezien ik dan geen rijbeelden heb, dan is het alleen maar leuker om ook wat reacties voor jullie te beantwoorden en dat soort zaken. Nou, jullie vindt het ook natuurlijk hartstikke leuk om hier
het dashboard te zien. Nou, dus dat is hetzelfde dashboard. VDL Citea uit 2012. En deze heeft er bijna 1 miljoen en ja, 1 ton op staan. Dat is echt bizar. En ik heb trouwens van mijn lieve vriendin, echt waar, een Airup-fles gekregen. Wat schattig. Maar in ieder geval, als buschauffeur zijnde is het wel belangrijk om goed te eten en goed te drinken. En nu moet ik mezelf even een verhaaltje vertellen, jongens. Nu moet ik u even een verhaaltje vertellen. Zoals jullie merken, kom ik ook niet helemaal goed uit mijn woorden, want ik ben best wel moe. Ik heb namelijk een korte nacht gehad vannacht en ik heb de omslag van vroeg naar laat. Van laat naar vroeg. Die heb ik nu. En ik heb daar best wel moeite mee. Vooral de eerste dag. Dus ik ben best wel aan de moeie kant. Dus ik ga zo nog even liggen achter in de bus. Even lekker chillen. Even muziekje aan of zo. En dan gaat het alweer. Maar het ding is dat heel veel chauffeurs, tenminste, ik praat nu voor mezelf, maar ik eet of at best wel slecht. Of ik at niet, vooral als ik laat had, weet je wel. Want dan rij je natuurlijk onregelmatige tijden. En dan zit je niet met het avondeten thuis. En als je ochtend hebt, dan weer wel. Maar dan, weet je, dan heb sommige mensen geen tijd voor het ontbijt. Want je gaat natuurlijk niet om 3 uur 's ochtends je ontbijt doen. Dus heel veel mensen nemen dat mee op de bus. Nou, dat heb ik dus niet heel veel gedaan. Want ik dacht bij mezelf, ja, weet je, dat komt allemaal wel. Ik haal wel weer wat hier. Maar ja, hè, als je kijkt naar mij een paar jaar geleden. Ik was toen wat dunner. Nu ben ik niet dik. Maar, ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Hè? Het begint op te komen, laat het zo zeggen. Dus met initiatief van mijn vriendin. Die zei van, hey, anders ga je toch lekker water drinken? Ik zeg, ja, maar water... Wil je me vergiftigen of zo? Dat is wat ik zei. Ik zeg dat, weet je. En toen zei ze van, ja, maar je hebt ook een flesje Airup. Dan heb je een smaak. En dan heb je, als je het water drinkt, dan heb je gewoon een limoen of een watermeloen smaak. Of cola of weet ik wat allemaal. En dan lijkt het net of je cola drinkt, maar het is gewoon water. Dus dan, snap je, je wordt eigenlijk in je hoofd wordt het getracked. En ik heb deze nu geprobeerd. Ik heb nu watermeloen. En ik vind hem recht goed. Dit is geen sponsor trouwens. Mochten ze me willen sponsoren... Mag altijd. Ga ik al jullie smaken proberen. Maar oké, buiten dat. Dat wou ik even zeggen. Dus daar let ik niet heel goed op. En vind ik leuk. Ja, wou ik even vertellen aan jullie. Ik weet wel sowieso dat ik zo naar Bergambacht ga rijden. Dat is mijn laatste ritje. Dan ben ik alweer klaar. Dan is het 2:30 en dan is het voor mij weer over voor vandaag. Ik ben vanochtend om 6:00 begonnen. Dus ik vind het allemaal wel weer prima. Alvast excuses voor deze vlog. Ik kom niet heel lekker aan mijn woorden en ik voel het vandaag niet helemaal. Maar dat komt omdat ik ook niet heel lekker ben. Ik ben een beetje ziekjes. Het zit niet helemaal mee. Het is een beetje een vervelende week is het begonnen. Er staat een blauw duimpje achter. Het was excuses voor de wat minder informatieve vlog. Nou ja. Zo, we zijn aangekomen op de stalling. Ik heb de bus hier neergezet en ik ga lekker richting huis. Er gebeurt net iets heel grappigs. Althans grappigs. Het is voor diegene minder, maar we moesten allemaal een beetje lachen. Want ik reed namelijk op het industriegebied in Lekkerkerk. En toen was daar een vrachtwagen iets aan het uitladen. Dus ik was even gaan stoppen. Maar wat gebeurde er nou? De lading werd eraf gehaald en toen stortte heel de lading op de grond. Heb ik niet op beeld staan, maar ik heb wel op beeld staan dat die vrachtwagen recht voor mijn neus stilstaat. Gelukkig moesten we alle drie een beetje om lachen. En dat zijn de dingen die gebeuren. Ik zou zeggen, kijk maar even mee. Ik heb even een heel klein stukje kunnen filmen, want ik stond stil. Ik ga stuk, jongens. Ik sta hier vast achterop. Waarom? Oeh, ik moet achteruit. Wacht even, hoor. Een beetje. Ja, dat zijn dus de dingen die gebeuren, jongens. Hoort erbij. En nogmaals, excuus voor deze vlog dat het een beetje warrig lijkt of voelt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb het wel, want ik ben best moe, moet je zeggen. Ik ben ook blij dat ik nu naar huis kan, want het is ook echt dat herfstachtige weer. Dus dat is echt jammer. Dus we gaan nu weer de koude periode in. En ik hou liever, ik ben meer van de zomer, weet je wel. Van de lente, daar hou ik meer van. Vooral de zomer. Nou, in ieder geval. Zo, lieve mensen. Dit was alweer de video voor vandaag. Ik wou jullie nog even meenemen naar huis. Maar er zijn wat dingetjes tussen gekomen. Dus dat ga ik even eerst doen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Abonneer Kwinka. En dan zie ik je bij de volgende video weer. En laat me even in de comments weten wat je voor ideeën jullie nog willen graag of graag willen zien. Dan kan ik daar misschien rekening mee houden. En dan kan ik het in de toekomst weer, weer een keer uitvoeren. Ik vind vooral dit heel mooi. Yusuf, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, we zijn dan behind the scenes van de Kwinka nu. Yusuf heeft mijn computer overgenomen. Dus die is nu alle beelden aan het bekijken wat ik op mijn PC heb staan. Ik hoef me geen zorgen te maken. Dus dat scheelt alweer. Hé, mooie camera staat heeft die jongen in zijn hand. Zie je dat? Wat is dat? Oh, ik pas je naar het. Nou, kijk die camera. Zie je die camera? Dat is mooi. Ja, mooi. Ja. Nou, tot de volgende video, jongens. Abonneer Kwinka en ik zie jullie snel weer. Geniet van het AI-nummer en tot snel. Grote peer. Kwinka riet de bus door de stad. Met moeie ogen, maar hij is zo glad. Elke dag een nieuwe vlog vol gevoel.
6000 fans die hem nu steunen. Bedank je voor de liefde die ze nooit verkwijnen. Grinka met zijn camera in de weer. Elke rit weer een nieuw avontuur. Keer op keer 6000 abonnees die laten zien dat Grinka de buschauffeur de beste is misschien. Voor zijn kijkers en fans. Hij verdient al deze grote. Grinka met zijn camera in de weer. Elke rit weer een nieuw avontuur. Keer op keer 6000 abonnees die laten zien dat Grinka de buschauffeur de beste is misschien. Something.